Goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. Nieuwe records voor de Dow Jones en S&P 500 na 0,9% hoger slot. De Nasdaq trok 0,5% aan, nu de 10-jaars rente stabiel lijkt te blijven liggen. Deze week wordt halsreikend uitgekeken naar de start van het cijferseizoen. Hoe zijn bedrijven de eerste 3 maanden van het jaar doorgekomen? Analisten gaan gemiddeld uit van een winststijging van maar liefst 24% op een hogere omzet van 6% gemeten op jaarbasis. De olieprijs lag wat onder druk nu het aantal besmettingen in India en Brazilië fors toeneemt. En Alibaba krijgt van de Chinese overheid een boete van 4% over de omzet van 2019 wegens monopolistisch gedrag. Dat komt neer op ongeveer 2,3 miljard euro en werd met een zucht van oplichting ontvangen. Het aandeel trok maar liefst 7% aan. De Chinese indices lieten per saldo een verlies van 1% optekenen. De Nikkei gaf 0,7% prijs. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets lagere opening. De EU wil de wederzijdse importheffingen met de VS nog eens opschorten. Deze zouden worden ingevoerd na een ruzie over vermeende staatssteun voor Boeing en Airbus. Grand Vision verkoopt een onderdeel in Chili en verkrijgt daardoor ook in dat land goedkeuring voor de overname door Essilor Luxottica. Op de agenda vandaag detailhandelsverkopen vanuit de eurozone, morgen cijfers Fagron en Just Eat Takeaway, vandaag Nedap en Ordina ex-dividend. Bij de analisten zet JP Morgan Randstad op houden, Koestel gaat omhoog naar 65, ABN AMRO zet Ageas op kopen, Koestel 55, en Daimler krijgt een tweetal koopaanbevelingen met een koersdoel van 100 euro. Morgen is weer een markets update van BNP Paribas.